Hoe komt het dat een liedje in je hoofd blijft hangen? Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel. Dankjewel. Hoe maak je een hit? Sommige componisten schijnen het precies te snappen. En dit is een voorbeeld van een band die het precies snapt hoe dat werkt. ABBA, ik geloof dat ze zo'n 20 wereldhits hebben gemaakt. 370 miljoen geloof ik dat het is, platen of cd's hebben verkocht. Dus die snappen hoe dat is. Hoe maak je een hit? Die schijnen het recept te hebben. Het zou leuk zijn als we dat allemaal zouden weten hoe het werkt. Ik kan er iets over vertellen, maar ik moet u ook wel meteen zeggen, waarschuwen en misschien wel teleurstellen, dat ik het recept niet kan vertellen, maar wel de ingrediënten. Er zijn zeker 3 ingrediënten die iets memorabel maken of dat er iets een hit kan worden. Het eerste aspect is de herkenbaarheid. Dat is een heel belangrijk aspect van muziek. En dat kan ik al illustreren met dit voorbeeld. Het gaat heel snel, dus je moet goed opletten. U krijgt 4 hele korte fragmentjes te horen. En de vraag aan u is, welk fragmentje is klassieke muziek? Komt-ie. B, luidkeels. Heel goed. Dat was makkelijk, hè? Dit waren fragmentjes 1/10 van een seconde. Dus ontzettend kort. En u herkent meteen wat klassieke muziek is. Ik heb misschien zelfs een zangeres of een bepaald liedje van die andere fragmenten. We kunnen dat heel goed. We herkennen muziek heel snel. Dus we kunnen aan die klankkleur... Dit is nog niet eens een noot die u gehoord heeft, hè? Een halve noot, misschien nog wel korter. En u herkent meteen wat het is. Zelfs muziek die u nog nooit gehoord heeft. Dat klassieke fragment, heeft u waarschijnlijk nog nooit gehoord. Maar meteen herkent u aan de klankkleur, oh, dat is dat en dat. Dat kunnen we heel goed. Het is een voorbeeld dat laat zien dat muziek een intieme relatie heeft met ons geheugen. Het hecht heel goed in ons geheugen. En dat is een deel van de fascinatie van dit vakgebied waar ik zo in geïnteresseerd ben. Een tweede aspect, wat belangrijk is, is herhaling. Luister even naar dit voorbeeld. En de vraag aan u welk voorbeeld u mooier vindt. Is dat A of B? Of is het B? Het is een subjectief oordeel. Er is geen goed of fout hier. Dus dat is makkelijk. Wie vindt B mooier? De meeste mensen. A is een gewoon willekeurig melodietje, gewoon willekeurig op de toetsen spelen. B is precies hetzelfde melodietje, maar dan af en toe eens wat herhalen. Vinden we mooier. Zo simpel is het. We vinden herhaling, muziek zit er vol mee, maakt dat muziek, dat we het intrigerender vinden en dat we het over het algemeen mooier vinden. Er is nog een derde aspect. En dat is wat u misschien kent van het effect dat het een liedje in je hoofd blijft steken. Er zijn bepaalde plekken in liedjes die we herinnerbaarder vinden of mooier vinden dan andere plekken. En dat is wat ook wel genoemd wordt de haak in de muziek. Om dat te illustreren heb ik weer een luistertest voor u. Met 3 geluidsfragmenten. En u moet uw vinger opsteken op het moment dat u het liedje herkent. Ik zie 1 vinger. Volgende fragment. The French are glad to... Wie herkent het? Doe het nog een keer. Ja, volgende fragment. Wie herkent het? The French are glad to... 2, 3 vingers erbij, ja. Nog een fragment. Diamonds are a girl's best friend. Nou, dat is raar, hè?
Je hebt dat stuk, nou ja, je hebt die andere fragmenten heb je even vaak gehoord als het laatste fragment. Maar dat laatste fragment, dat is de haak van het liedje. Dat is waar je, als je het spontaan begint te zingen, daar begin je te zingen. Dat is de haak van het liedje. We weten dat dat belangrijk is. We weten dat het ook iets te maken heeft met verwachting. Een haak is altijd in een context waarvan je de muziek heel goed kent. En er zit er een rare twist aan die maakt dat stukje eruit schiet. Maar wat nou precies de eigenschappen zijn van iets wat iets een haak maakt, dat weten we niet precies. Dat zijn we aan het uitzoeken. En dat kan ik demonstreren aan een spel wat we ontwikkeld hebben om te zien van, ja, hoe werkt dat nou? Wat maakt nou sommige fragmenten in de muziek meer hakerig, meer in ons geheugen springend dan andere fragmenten? We hebben daarvoor een app ontwikkeld. Met allemaal liedjes uit de top 2000. En dat gaan we hier gewoon eventjes om de demonstratie even doen, het spelletje. Dus je hoort een liedje. En dan als je de app hebt, moet je dat drukken. Op het moment dat je het herkent, druk je op de knop, ja, ik herken het. Dan gaat de volumeknop naar beneden. Die gaat dicht. Dan zingt u het in uw hoofd door. We gaan het hier gewoon luidkeels doen. En dan gaat de volume weer open. En dan gaat de muziek door. En dan moet je zeggen, gaat de muziek nou door op de plek waar je aan het zingen was, of is het fout? Zullen we het een keer doen? Nou, eerst een voorbeeld. Heel goed. Gaat u op de goede plek door? Ja, hè? Hartstikke goed. Maar we hebben maar 3 punten, want we drukten een beetje laat. Dus we gaan het spannender maken. Nog een voorbeeld, maar dat gaat ietsje sneller. Nee, dat is niet goed, hè? Nee. Nee, dus het was niet goed, dus je had hier niet nee moeten drukken. 11 punten heb je dan verdiend. Nog eentje, laatste. Nu wel. Ja. Hartstikke goed. Ja, dus dat is het idee. Dus hoe sneller je drukt, hoe herkenbaar dat fragment is, dat zijn we allemaal aan het analyseren. En dan zing je door en daarna checken we of je niet gewoon snel drukt, maar of je het echt gehoord hebt om te zien of je kan beoordelen of het op de juiste plek doorgaat. We zijn dit op hele grote schaal aan het doen. Je kan dit downloaden op internet voor smartphones en tablets. En er is ook een website. We hebben inmiddels 12.000 mensen aan meegedaan. En die data zijn we aan het analyseren om te zien van welke fragmenten zijn nou heel makkelijk herkenbaar en welke niet. En wat zijn nou die eigenschappen die maken dat sommige van die liedjes, fragmenten, beter in je geheugen blijven steken dan anderen. Dan kom ik dan graag nog een andere keer uitleggen hoe dat nou precies zit. Maar ik heb in ieder geval 3 ingrediënten, herhaling, de haak en herkenning genoemd. Dat zijn de ingrediënten wat iets tot een hit maakt. Goed, er is nog een aanvullend aspect waar ik nog even iets over wil zeggen. En dat is eigenlijk ook het idee van dat je ook kan. Sommige mensen hebben daar last van, ik vooral. Je kan je verheugen op een haak. Of je kan je verheugen op een noot in een liedje. Hè? Van, oh, daar komt-ie. Ja! Hebben jullie dat wel eens? Ja. Nou, er is een prachtig experiment ook weer gedaan. In de Universiteit van Montreal is dit, geloof ik. Heeft ook in Science gestaan. Daar hebben ze van dat soort mensen die dat hebben, van bij deze muziek en dan verheug ik me op die noot, daar en daar en daar. Die hebben ze in de scanner gelegd. Die liggen daar dan heel rustig te luisteren en dan komt die noot voorbij. En dan zie je dat hun hersenen zich letterlijk verheugen op dat moment. En 10 seconden vooraf dat die noot gebeurt, zeg maar in anticipatie voor dat moment van die snik in die stem of die harmonische overgang. Iedereen heeft andere momenten waar ze helemaal de rillingen van over hun rug krijgen of tranen van in hun ogen. Zich verheugend daarop in die 10 seconden dopamine aanmaken. Je ziet dat het beloningssysteem actief wordt bij zoiets abstracts als muziek.
Je verheugt je op die noot en er wordt gewoon zo'n pleziermakend stofje, dus een neurotransmitter dopamine, wordt aangemaakt. Hetzelfde stofje, hetzelfde systeem gebruikt wordt voor als je eet en dan wordt dat stofje ook aangemaakt. Of als je seks hebt, dan krijg je ook dat stofje en dan voel je heel erg lekker. Dus dat is vooral dus een teken dat het biologische systeem het belangrijk vindt dat je eet en seks hebt. Maar kennelijk vindt het systeem, heeft het ook iets met muziek. En dat was dus, ja, vond ik fascinerend, want dat suggereert dat muziek, ja, geen luxe is, maar op een of andere manier met ons geheugen, maar ook met ons biologisch systeem verstrengeld is. Op een manier die we nog niet heel goed begrijpen. Maar wat in mijn vakgebied heel interessante ontwikkelingen zijn van wat is nou die relatie tussen al die muzikale vaardigheden die we hebben en het biologisch systeem. Daar wil ik de volgende keer wat over vertellen, over muziek en biologie. Proberen aan te geven wat ons nou muzikale dieren maakt. En ook de vraag proberen te beantwoorden, zijn andere dieren ook muzikaal? Dankjewel.